De nationale selectie van Suriname die is vanmorgen via Parijs vertrokken richting Miami. De afgelopen weken, of twee weken, werden de trainingen gehouden in Nederland, in Amsterdam wel te verstaan, in het sportclub Only Friends in Amsterdam. En de spelers zijn dus afgereisd. In de eerste fase ontbraken enkel spelers zoals een Geraldo Becker, een Jaron Cherry en Mienta Abena. Die zullen zich voegen bij de ploeg in Miami. Ik was op het trainingscomplex en heb daar gesproken met Henk ten Katen, Aaron Winter. En laten we eerst daarnaar gaan luisteren naar beide trainers. En ik vroeg ze na twee weken bezig te zijn geweest wat ze ervan vinden. Henk, je bent nu formeel een week of anderhalf al bezig met de ploeg. Hoe loopt het? Ja, heel erg goed. We zijn heel erg tevreden. Het enthousiasme spat er vanaf en de jongens willen heel graag. Ja. En ik vind ook dat we behoorlijk veel kwaliteit hebben. Dus met andere woorden, dat we, dat ik verwacht dat we goed gaan presteren. Waarop concentreer je nu tijdens deze trainingen? Vooral op het samenspelen, op het samen dingen doen. Samen dingen. Kijk, we hebben, als je heel eerlijk bent, hebben we te weinig tijd om voetbal tactisch dingen in te trainen. Want daar hebben we nog even voor. En met name ook omdat een hele hoop jongens er nog niet zijn. Die zijn nog in de na-competitie aan het spelen. Of ze zijn nu op vakantie, een welverdiende vakantie, en ze het hele seizoen alle wedstrijden gespeeld. Dus die sluiten pas de 11e aan. Maar wat we wel kunnen doen is zeg maar een stukje saamhorigheid creëren. Dat je dingen samen moet doen, dat je voor elkaar wilt knokken en vechten om een goed resultaat te halen. En daar zijn we mee bezig, een soort van teambuilding. En ik zeg dat ziet er goed uit. Ja. Je kent overigens wel al die spelers die opgeroepen zijn geworden. Hoe belangrijk is dat? Nou ja, ik ken ze niet allemaal persoonlijk, maar ik ken ze natuurlijk wel waar ze spelen. Ik heb ze wel zien spelen en ik maak ze nu natuurlijk mee. Dat is heel erg belangrijk. Er zit veel kwaliteit in. En wij hopen dat we het maximale rendement uit de kwaliteit kunnen gaan halen. Om op basis daarvan hoge ogen te gaan gooien in het toernooi. En met hoge ogen bedoel ik dat we ons kwalificeren voor de eindronde. En dat we daar goed voor de dag komen. Ja. Je geeft aan kwalificeren voor de eindronde. Jullie eerste tegenstander is Puerto Rico. Belangrijk is om die wedstrijd te winnen, anders ga je niet naar de eindronde. Heb je al een inzicht van wat Puerto Rico te bieden heeft? Jawel, we hebben Puerto Rico al bekeken. We hebben beelden van hen bekeken. Van een aantal wedstrijden. Het is een goede ploeg. Maar ik denk dat wij zeker hele goede mogelijkheden hebben om door te komen. Het zal niet makkelijk worden, want niks is makkelijk in het leven. Dus we zullen er echt alles aan moeten doen en we zullen vol gas moeten geven. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Welk concept hanteer je tegen hun? Nou ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen welk concept ik hanteer. A, is dat afhankelijk van het spelersmateriaal. Dan laat ik het eerst maar met de spelers bespreken voordat ik het met jou en de wereld deel. Hoe zit het met blessures? Ja, we hebben jammer genoeg wel twee blessures te pakken. Regier Haps. En die kan absoluut niet mee. Jammer. Dat is heel jammer. Dat vinden we ook heel jammer. Maar die is geopereerd als een enkel vrij recent. Dus die redt dat niet. Stefano Denswille is geblesseerd gekomen. Die is keihard aan het trainen. Die haalt het wel. We zijn blij dat hij fit straks meegaat naar Amerika. Ja, het bevalt ons heel goed. We hebben een goede groep. We proberen al wel een beetje de manier hoe we willen voetballen, de manier hoe we willen verdedigen. Al die accenten proberen we een beetje erin te brengen in onze groep. Kijk, we zijn nog niet helemaal compleet, maar dat maakt niet uit. Het is jammer aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook, je hebt nu de mooie tijd om je goed te kunnen voorbereiden naar de CONCACAF. Wat denk je dat het belangrijkste is waarop jullie, daar heb ik het hier over de trainersstaf, op moeten letten om te gaan naar die eerste wedstrijd tegen Puerto Rico? Nou, kijk, je weet dat die eerste wedstrijd is heel belangrijk, omdat je wil doorgaan. Wij geloven er ook allemaal in.
is het heel belangrijk dat je samenhorigheid creëert. Het is een groep maken, dingen goed en positief benaderen en ook er naartoe werken. En daar zijn we ook heel erg mee bezig. Een eenheid, want we moeten het allemaal samen doen. Dus samen bedoel ik mee in de stad van de spelerschip. Dus iedereen. En dat is gewoon heel belangrijk. Ben je tevreden met het materiaal wat je nu ter beschikking hebt? Ja, ik ben heel tevreden. Het is een goede groep. Het zijn allemaal goede voetballers. Weten dat er straks ook nog wat spelers aansluiten. We hebben een mooi elftal om zeg maar, heel erg competitief te zijn en mooie dingen te leren te kunnen zetten. Voorlopig is het wel niet mogelijk met betrekking tot die Gold Cup dat er nieuwe jongens aansluiten, omdat jullie, als ik me niet vergis, een deadline hebben om namen in te dienen. Hoe staat het daar? Nee, dat klopt, dat klopt. Er zullen wel een paar nieuwe jongens bij zijn, maar wat je nou zelf hebt aangegeven, je bent altijd met restricties zit je aan vast, regels. En ja, we zijn bezig ook naar de toekomst kijken om ook nog andere jongens zover te kunnen krijgen om voor ons te kunnen spelen, zijn wij bezig. Dan bent u op de hoogte over hoe Ten Kate en Winter aankijken tegen de eerste wedstrijden die we zullen moeten spelen tegen de ploeg van Puerto Rico.